Ja, een goedemorgen, lieve vrienden. Ja, mijn begeleider is al geweest. En ik heb het 11:23 en het is 23 mei alweer. Ja, de tijd gaat hard. En ja, mijn hondje, die was bezig te eten, maar ik weet niet wat hij nou allemaal heeft. Ik zei geworstje. Ik denk dat hij vol zit, ik weet het niet. Hij doet een beetje vreemd. Ben je naar buiten? Of vertrouw je je poesjebeestje niet? Hè? Nou ja, oké, lieve vrienden. Ik zou zeggen als eerste een heel hartelijk welkom bij Corina en de Betenboel. Ja, dan gaan we weer vrouw tegenaan. Ik moet zo meteen even een surrogaatzusje bellen van mij. Ja, Karen Degen. Een schat is dat ook. Geweldig. Baffie. Hij houdt dat zwart-witte poezenbeestje helemaal onzollig in de gaten. Nou ja, maf. Maar oké, en daar zit mijn rode rakker. Ja. En waar mijn prinsesje is, nou dat weet ik niet. Nee, zal boven huizen. Maar in ieder geval, het is vreemd weer. Het zonnetje is nog bezig om er doorheen te komen, maar het is wel bewolkt. Het is ook vele malen kouder dan dat het gisteren en eergisteren was. Ja, ik heb de deur ook dicht. Zo koud is het, ja. Dus ja, ik heb wel een zomerjurkje, maar daar mijn vest eroverheen. Maar dat komt ook allemaal goed. Ik ga nog een bakje koffie nemen en dan ga ik mijn vriendinnetje bellen, of tenminste mijn surrogaatzusje. En dan komt het allemaal wel weer goed, hoop ik. Dus zeg, lieve vrienden, geniet van de dag en doe het met een lach. Ga zo maar door en tot de strakjes maar weer. Doeg! Nou, dan legt mondje dan. Die wil niet eten omdat er geen vleesje zit. Maar dat doet er niet toe. Nee. Nou, en ik heb mijn patatje in de oven en de soeppan heb ik opstaan. Er zit nog wel een vleesje in. En ik heb met moeite en pijn de tuin gesproeid. Alles heeft water gehad, heet en legt onze rode. Dat ik tril als een rietje, doordat ik dus zo heftig aan het werk ben geweest, wat mijn lichaam niet gewend is. Ja, één keer in het jaar, een paar keer, komt de slang aanrollen, dat gaat wel. Maar dan moet je hem oprollen, in het begin gaat het dan ook wel, maar dan gaat het dus steeds stroever. En dan krijg ik het niet meer opgerold in dat apparaat. Het gaat allemaal handmatig. Dat, of ik daar ooit het geld voor kan krijgen om daar een elektrisch apparaat voor te krijgen, net zoals het zonnescherm. Nou, de hemel zal geprezen zijn als ik zoveel geld bij elkaar weet te krijgen en dan ook nog eens een keer thee en aan de bank stel, wat bij het eethoek past. Want qua kleur past het er wel bij, maar qua stijl niet. Nee. Dus, maar ja, het komt allemaal wel goed. Ik houd dat ding zo wat niet eens. Dus ik ga zo even hangen. En ik heb even nog weer rustig even een plaatje gedaan. Even gemaakt. Dat was een plaatje die was stuk. Die heb ik zelf gemaakt, dat plaatje. Hersteld helemaal en dan ga ik hem mooier maken dan dat hij al was. Ja, daar ben ik nou helemaal een ster in. Maar in ieder geval, lieve vrienden, ik zou zeggen, geniet van jullie avond. Ik heb vandaag niet veel gevlogd. Dus ik denk dat ik morgen ook gewoon nog een beetje vlog en dat weer aan elkaar koppel. En dan wordt het één vlog wordt. Simpel zat. Ja, ik zou zeggen, smakelijk eten. Nee, jullie zijn al klaar. Jullie zijn al klaar, het is 7:30. Ja, ik ben weer lekker laat. Ik kan er ook niks aan doen. Maar ook, lieve vrienden, ik zou zeggen, doe lief tegen elkaar. En heb een liefdevolle avond. En tot aan de andere kant van de nacht. Ik zou zeggen, tot later. Doei, doei. Tot morgen. Ja, goedemiddag. Ik ben er al een tijdje eruit, maar dat doet er niet toe. Ik zou zeggen, eerst van harte welkom bij een gloednieuwe vlog van Corina en de Beestenboel. Ja,
Ik heb visite gehad. Ik heb er eentje boven bezig. Dat is Rebecca. Die is bezig. Nou, ik moet zelf aan de gang. Want er staat een afwas te wachten. En er staat een was te wachten die ik op moet vouwen. Dus eerst dat aan de kant. Voordat ik aan de was ga. Ja. Het is vreemd weer. Het is wel heel mooi weer. Maar daar is het een beetje bewolkt. Een beetje skier. En daar is het helder. Ik heb de deur wel open. Maar ga je naar buiten toe. Is ja, vrij winderig. Ja, dan heb ik toch eigenlijk wel een feestje nodig. Maar ja, wat doet het ertoe? Ik zou zeggen, geniet van jullie dag. Dat ga ik ook proberen. Ondanks ik wel weer verdriet heb. Want ik heb gisteren ten gehoor gekregen dat mijn ex-schoonvader is overleden. Dus ja, hij er ook weer bij. Dat doet ook weer pijn. Gisteravond later kreeg ik een WhatsApp van een moderatrice van mij. Dat er in de groep iemand was geweest die had even een bericht neergezet wat ook niet leuk was. Die wou een einde aan zijn leven maken. Ja ho, dan gaat bij mij in de haren recht overeind. Dus de politie en al gebeld om te vragen hoe en wat. Dat is gelukkig nou allemaal weer een beetje goed gekomen. Ik heb ook met de desbetreffende een gesprek gehad via zijn privé. Dus ja, dat is allemaal een beetje opgelost. En nu ga ik dus ook aan de slag. En ik zeg, tot straks. Doei, doei. Ja, lieve vrienden, daar waren we weer even. En kijk, ik ben druk bezig met de was op te vouwen. Ik zit nog maar een beetje in de tas. En ik ben even met koffie tussendoor bezig. Die is binnen, maar de rest is weet niet. Waar mijn hondje is, weet ik ook niet, maar die zal wel ergens voor de televisie leggen. Nou, daar ga ik nou niet naartoe. En ik zit met mijn zoon te appen, Harret van Beek. En ik had Karen aan de telefoon. Ja, dus druk. En dan moet ik straks nog boodschappen doen. Maar dat komt allemaal wel weer goed. Dat ik zou zeggen, ik ga weer verder met de was en mijn koffie maken. En dan kan ik het straks opruimen en dan is het weer netjes. Dat zou zeggen, tot later maar weer. Nou, en die ligt zo net alweer te bewaken, want er mag een ander niet aankomen. Maar lekker belangrijk, ja hoor. We waren ook alweer thuis, ik zit een tas vol met boodschappen. Maar, ik heb mezelf verwend. Alweer? Ja, ik heb een broodje met shawarma en kebab geloof ik. Patatje, groente erbij. Lekker. Dus ja, dat zit ik heerlijk even van te genieten. Ik denk, nou, ik zal jullie even weer aanroepen dat ik weer thuis ben. En dat ik even lekker zit te eten. Lekker vroeg dit keer. Dan heb ik wat aan de avond. En even straks ook een time-out inlossen. Want ik heb natuurlijk, logischerwijs, weer heel veel pijn in mijn knie en mijn rug. Ja. Maar komt het allemaal goed. Ja hoor. En met het hondje komt het ook wel goed. Hé, hondenkont? Ja nou. Nou, denk dan, bekijk het even. Maar oké, lieve vrienden. Ik zou zeggen, tot straks maar weer. Doei, doei. Ja, lieve vrienden. Ik ben weer eventjes retour om jullie te laten zien wat ik zo al gekocht heb. Enkel één ding ga ik niet pakken, want het staat al opgeruimd. Dat was een zak hondenvoer voor mijn hondje. Sippels. En dan heb ik hier een hele stapel voor mijn hondje. Onder andere pens met hart. Vlees. Gewoon vlees. Nou, tweemaal van datten. Tweemaal van datten. En tweemaal van die. Dat, en dan heb ik krieltjes, ik heb schoonmaakmiddel, ik heb een toetje, ik heb een fles wijn. Ik heb palingworst gekocht, want ik denk, ja, eerst een keer palingworst. En kallersleverworst.
twee keer kaas gekocht, enkel twee verschillende soorten. Voor mijzelf en CQ Astrid, gehakt rondo met ham en kaas. En dit is ook gehakt, maar dan met zugene gehakt schnitzel. Gehaktballen, champignonnetjes en zwarmevlees. Zwarmevlees heb ik morgen nodig, enkel met die krieltjes. Zwarmevlees hoef je niet altijd voor een gerecht te gebruiken van de buitenlanders. Kun je ook gewoon met krieltjes en een sippeltje en paprika's. Nou, boterhammenzakjes, pendaalemmer, die ook. En vuilniszakken en nog een paar pakjes vleeswaren. Dus ja, ik dacht dat ik weer voldoende in huis had. En ik dacht, ja, dat kost een vermogen. Het lijkt goedkoop, maar als je het allemaal bij elkaar opgeteld, nou, dan heb je toch hier wel een aantal eurotjes leggen. Ja. Maar oké. Ik zal de boel opruimen en dat rapido in de vriezer doen. En uiteraard heb ik ook nog een bounty, die ligt hier op tafel. En mijn tasje sluipt achter me aan, die kan ik ook opruimen. Dus ik zou zeggen, ja, ik zal dat allemaal opruimen. Dan is dat ook maar aan de kant, weg ermee. Ik zou zeggen, tot later. Ja, daar waren we weer. Ja, ja. Ik zat even buiten en ik was even met deze mooie plant mee bezig. Dan heb ik gisteren alles water gegeven. En wat denk je? Het is alweer kurkdroog. Dus ik zal weer met die rotslang aan de gang moeten. Dat ik wil toch eens een keer zo'n flexibele slang halen. Die heel klein is. Kijk, die is ook niet zo zwaar. Dat, ja, ik ben zat met het zware ding iedere keer. Maar het zal toch moeten. Dus ja, ik ga dat zo even klaarmaken. En dan, ja. Laat ik het jullie even zien hoe en wat. Maar ik ga het eerst even klaarmaken. Dus ik zeg weer tot zo. Ja, zoals jullie zien. Ik was op druk bezig. Ik zet jullie even neer. Ik hoop dat jullie dat zo kunnen bekijken. Ook gedaan worden, hè? De moestuin.
Ik zal jullie even proberen te pakken. Zo. Ja, het moet ook gedaan worden. Je moet genoeg water hebben, want het is zo droog als wat. Nou, dat komt goed. Dat moet allemaal wel gedaan worden. En ja, ik sta er alleen nog voor, dus... geen mens die je helpt. En degene die het wel willen doen, ja, die wonen te ver weg. Nou, kijk, en die was ook keurig droog. Nou... Maar ja, wat ik nou even ga doen, dat is hij uit. Zo, en jullie ook even uit. Tot mijn hondje legt weer heerlijk in de deuropening. En ik heb de boel dus alweer opgeruimd, maar ik ben wel back af. Ja, nou moet ik hier even de boel nog op zijn plek zetten. En die hoort daar te staan. En die hoort erbij. Een beetje... zo, die is voor de katten. Maar ja, daar word ik er nog niet mee gespeeld. En die is voor mijn hondje. En wat legt hier nou weer voor troep? Maar oké, een plukje van buitenaf. Mag morgen wel weer de vloer aanhalen. Want... hey meisje. Hey mijn meisje. Zet nieuw bandje om. Zet nou roos om. Ja, een roos bandje. Ja. Hé? Het bandje was stuk. Dus ja, nieuw bandje gekocht. Nee, leg hier wat... Ik heb boodschappen gedaan en ik had dus ook net met uien. Maar leg allemaal van die kleine schilfertjes... schilfende uien. Maar ik heb het soort niet meer. Ik ben kapot, ik heb pijn in mijn rug, alles op mijn zin. Ben vandaag best druk bezig geweest en morgen moet ik er weer tegenaan. Want morgenmiddag komt Astrid weer, dus ja, ik ga nou helemaal niks meer doen. Dan enkel een bakje koffie maken en mijn bounty nuttigen. En lekker voor mijn pc zitten en de lucht die zat betrekken. Dus ik ben bang dat we slecht weer krijgen. En het komt niet vanaf zee, de zee ligt daar. Het komt meer van, als ik het zo bekijk, die kant, Friesland. Kanten op. Dat is binnenland. Oei, die lucht is niet helemaal dicht. Het waait wel, maar het is benauwd. Ja. Het is helemaal niet koud. Het is heerlijk. Nou, je ziet die lucht, hè. Donkere wolken boven de helder. En aan de andere kant valt het 100% mee. Dus ja, mijn lieve vrienden, ik maak gelijk van het gebruik om af te sluiten. Zodat ik vanavond deze vlog in elkaar kan zetten, middels van gisteren. En dan heb ik weer genoeg materiaal om er iets leuks van te maken. En ik zou zeggen, geniet van je avond. Doe niet hetgene wat ik ook niet zal doen. En wees lief voor elkaar, wees lief voor je dieren, wees lief voor de mensen, vreemden of bekenden, maakt twee keer niks uit. Wees lief voor elkaar, maak geen ruzie, geef elkaar de hand, want zo kom je het verst. Ja, nou, ik zeg het tot aan de andere kant van de nacht en dan spreken we elkaar wel weer. Doei!